Het RTLZ Crypto Seminar wordt mede mogelijk gemaakt door BTC Direct. Een hele goede avond. Van harte welkom bij RTLZ Crypto. Daarin gaan we het hebben over van alles wat met investeren in crypto te maken heeft. We bespreken de actualiteit, we geven achtergronden, vragen deskundigen naar hun beste crypto-analyse. En vanavond hebben we maar liefst 4 gasten. Robert Reinder Nederhoed. Blockchain-ondernemer. Aaron van Weerdum. Hij is allround Bitcoin-kenner en editor-in-chief bij Bitcoin Magazine. Jim Theo Poering. Hij is vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer. En live vanuit Mexico, Didi Tayutu. Bekend van de... Ja, precies. Dikke duim omhoog. Bekend van de Bitcoin-familie. Digitale nomaden. Heren, van harte welkom. Leuk om jullie allemaal hier in deze studio te hebben. Toch heel eventjes gewoon even checken, Robert Reinder. Dit was wel de week van de Bitcoin crash. Ja, het was super spannend. Heb jij met samengeknepen billen gezeten? Nee, dat geheel niet. Nee? Nee. Het was wel een beetje gevoel van, oké, waar houdt het op? Ja. En dat is nog steeds onzeker. Ja. Ja. En hoe heb jij daarnaar gekeken? Waarom? Ik slaap als een roos. Jij slaapt als een roos. Omdat je weet dat je heel vroeg bent ingestapt. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, toch? Ik denk als je je zorgen gaat maken over prijsschommelingen in Bitcoin, dan komt het niet goed met je. Ja. Je moet er sowieso in hebben waarvan je denkt, als het misgaat, komt het ook goed met me. Ja. Ja. Ik vraag maar even, Didi, jij hebt natuurlijk al je spullen verkocht in 2017 en leeft volgens mij als een god in Frankrijk, maar dat is dan nu Mexico geworden. Heb jij nog een beetje zorgen gemaakt of dacht je, nou, sip het aan een pina colada, dit komt wel goed? Nou, wat is zorgen? Zorgen maak ik me niet zo heel snel om mezelf, om het kapitaal. Want ja, op een gegeven moment heb je een aantal bitcoins, waardoor dat als je zelf zakt naar een lager bedrag, dat het nog een heel vermogen is. Maar ik maak me wel zorgen om de mensen die natuurlijk net weer op het verkeerde moment zijn ingestapt. En daardoor nu in een dip zitten, weet je. En dan probeer je weer die mensen een beetje op te vrolijken. Ja. Maar voor de rest, weet je, bitcoin is een lange termijn spel. Ja, nou, wat dat is natuurlijk wel wat je nu krijgt, hè. Ik krijg hier een appje van Tracy. En die zegt, mijn Bitcoin wallet is met 50% gezakt. Is er nog hoop? Vraagt ze. Didi. Ja, er is heel veel hoop. Mijn Bitcoin wallet is sinds dat ik all in ben gegaan met een paar 100% gestegen. En ook al een paar keer met 80% gezakt en weer gestegen. Welkom in de volatiele wereld van Bitcoin. Ja. Waar je eigenlijk gewoon moet kijken naar 4 jaar. En over 4 jaar... is daar geen min 50%, maar staat hier gewoon lekker weer in de plus. Dus ja. Je moet eigenlijk doen, uitzoomen, zeg ik altijd. Ja, goed zo. Jim Theo Poering, jij als belegger, ja, Zit niet in de Bitcoin. Deze heren zeggen allemaal, ja, die volatiliteit, Het hoort er allemaal een beetje bij. Wat denk jij dan? Ik zit een heel klein beetje in de Bitcoin, okay, maar ik weet er niks van. Hè? Ja. Dus ik zit hier niet als expert, maar als toehoorder. En ik mag iets zeggen over investeren. Ja, wat ik denk, ik hoor net al zeggen, ja, hopen. Wij maken altijd een geintje en dan zeggen we, ja, hopen is verkopen. Ja. Maar ik denk in deze situatie, ik hoor hier een aantal mensen die ook zeggen, van, ja, ik ben vooral gelukkig niet een trader, maar een believer, een investeerder voor de lange termijn. Als je dat gelooft, moet je eigenlijk niet eens kijken naar die korte termijn beweging. Want je staat hier in de veronderstelling dat je uiteindelijk, en of het nou over 10 jaar is, over 20 jaar, dat weet ik niet, maar een veelvoud hebt van wat je nu investeert. Dus ja, het hoort erbij. Dat is bij Bitcoin zo, bij andere crypto's nog veel meer, maar ook bij een aandeel als ASML. Ja. Oké, okay, goed. Nou, straks, dames en heren, dan pitchen mijn gasten hun beste crypto-ideeën. En na de pauze gaan we nog even de diepte in met Didi, die met zijn familie dus leeft van de Bitcoin. Didi heeft in 2017 alles verkocht. Zijn huis, zijn auto, zelfs het speelgoed van de kinderen, om al zijn geld te zetten in de Bitcoin. En volgens mij, ik heb even zitten kijken, dat was rond de koers van 1000 euro per Bitcoin. Klopt dat, Didi, of niet? Tussen de $800 en de 3000 zijn we een beetje ingestapt. En ja, we zijn er steeds all-in. Ja, nou, dat is interessant. Dus heb je vragen ondertussen voor mijn gasten, dan kun je die stellen via het chatscherm. En we beginnen met een vraag aan jou thuis. Dan weten we meteen weer een beetje wie er vanavond meekijkt. Dit is de vraag. Wat is volgens jou de beste investering voor de komende 10 jaar? Cash? Nou, dat kan bijna niet. Maar goed, cash, aandelen, goud, bitcoin, een altcoin, ik weet niet welke, vastgoed anders of ik weet het niet. Nou goed, laten we daar eens eventjes naar gaan kijken.
Aaron, jij bent de enige Nederlander die schrijft voor Bitcoin Magazine. Wat doe je daar precies? Ja, dus ook de Amerikaanse Bitcoin Magazine voor de duidelijkheid. Ja, ja. Want er is ook een Nederlandse Bitcoin Magazine wat niks met elkaar te maken heeft. Okay. Op dit moment ben ik de editor-in-chief. Eindredacteur, hoofdredacteur, ja, hangt, hangt er een beetje tussenin. Volgens mij hebben ze daar net een beetje anders. Maar editor-in-chief is mijn titel. Ja. Dus van, goed, jij bent, en van de print magazine, om precies te zijn. Dus we hebben de print magazine weer gelanceerd. Zo'n ding wat je in je hand houdt. Ja. Dus je kan bladeren en zo. En die hebben we weer gelanceerd, geherlanceerd. Een hardcopy. Ja. Ja, die kan je verkopen in de Barnes & Nobles en de Verenigde Staten en zo. Heb je veel abonnees, zeg maar? Zijn er te veel die dit kopen? Ja, het gaat wel de goede kant op, ja. En ben jij dan ook een van de meest ingelezen Nederlanders op het gebied van Bitcoin? Ik hou me er in ieder geval een tijdje mee bezig. Ja. Ik wil wel antwoord, hoor. Ja, is het ja, Robert? Ja, dat is echt toonaangevende persoonlijkheid. En is het nou dat jij zegt van ik ben vooral op de Bitcoin? Of zeg je nee, al die altcoins vind ik ook allemaal wel heel interessant? Nee, ja, echt alleen Bitcoin voor mij. Ja? Ja. En waarom is dat? Omdat uiteindelijk komt het er denk ik op neer dat je digitale schaarste wil creëren. Mm-hmm. Dat is wat we willen. Dat is waarom het kan werken als geld überhaupt. Ja. En ik zeg eigenlijk al die altcoins, dat is een aanval op Bitcoin, een aanval op het concept van digitale schaarste. En daarnaast heb je er meestal ook niks aan en zijn ze ook nog gecentraliseerd. En ja, ik zie daar weinig in. Ja, het is gecentraliseerd. Iemand heeft het bedacht. En gaat het dan uitgeven? Iets heel anders dan de Bitcoin waar we... Nou, je kan eens weten wie de eigenaar is. Stel dat er op een dag een altcoin groter wordt dan Bitcoin. Ja. Ik denk dat dan het vertrouwen in die digitale schaarste zodanig ondermijnt. Ja. Want wie zegt dat dat dan niet nog een keer kan gebeuren en nog een keer en nog een keer? En wat is die 21 miljoen dan eigenlijk waard? Dus dat ondermijnt het vertrouwen dan zo erg dat eigenlijk het hele concept van cryptocurrency ondermijnd wordt en niet kan voortbestaan in die vorm. Dus en wat denk je dan? Daarin is Bitcoin uniek in mijn ogen. En de ethers, et cetera, want die zijn natuurlijk al best groot geworden. Is dat dan allemaal gebakken lucht wat jou betreft, als je het vergelijkt met... Nee, ik denk dat dat uiteindelijk naar nul gaat. Maar wat daar de timeline voor is, dat weet ik niet. Dat kan nog 10 jaar duren of 20 of 100. Dat weet ik niet. Maar ik denk uiteindelijk dat je daar niks in hebt. Ik denk ook op het moment dat er iets wordt gebouwd op Ethereum, of dat je er iets mee kan wat daadwerkelijk nuttig is, dan denk ik ook dat dat geïntegreerd kan worden in Bitcoin. Ja, ja. Dat gaat niet van de een op de andere dag, want een van de belangrijke eigenschappen van Bitcoin is dat het ook moeilijk is om te veranderen. Dat is bijvoorbeeld ook wat die 21 miljoen garandeert. Dus je kan niet zomaar iets nieuws aan toevoegen, maar als het echt nuttig is en als een altcoin iets doet wat echt dan Bitcoin zou bedreigen, dan kan Bitcoin dat op zich integreren. Het is een open source protocol. Ja. En ik geloof dat dan ook gebeurt. Dus dat in die zin Bitcoin alles kan wat je überhaupt zou willen met dit soort systemen. Zullen we eens even kijken naar wat de uitkomst is van de poll? Niet heel vreemd natuurlijk. Hè, van de mensen die dit kijken. Wat is de beste investering de komende 10 jaar? Daar zegt de grootste aantal stemmen gaat naar de Bitcoin. En daarna is toch wel aandelen erg populair. Aandelen, vastgoed. Zo loopt het rijtje een beetje op. En een aantal mensen zegt, ik weet het niet. En dat is natuurlijk ook wel het meest eerlijke antwoord. Maar goed, dat is even wat het is. Zullen we even een rondje actualiteit doen? Ik denk even leuk om te doen. We hadden het natuurlijk al eventjes over gehad. Zoals iedere week kijken we eventjes naar de prijs van de Bitcoin. Bitcoin koers heeft een forse duik genomen sinds de top in november vorig jaar. En Bitcoin is vanaf de top met ruim 50% gedaald. Van $69.000 naar nu onder de $34.000. Totale waarde 1,1 triljard naar $500 miljard. Ja, Aaron, jij zei het al, hè. Maakt het je echt niks uit? Nou, dat ging om mij persoonlijk. Ja. Ik heb er persoonlijk geen stress van of zo. Nee. Maar de vraag is misschien meer algemeen van maakt het uit, is het een probleem? Ja. Ja, ik denk eigenlijk de waardepropositie die Bitcoin voorstaat is dat het geld van de wereld wordt. Dat het de nieuwe globale geldstandaard. Dat is uiteindelijk een soort van de pitch van Bitcoin. Hoe groot is die kans dat gaat gebeuren? Nou, daar kan iedereen een mening over hebben. Dus die kans is misschien 1% of misschien 0,1% of misschien 10%. En ik denk dat je op die manier dat eigenlijk is waar de markt naar op zoek is. Van oké, hoeveel is 1 Bitcoin waard als het echt een nieuwe geldstandaard wordt. En hoe groot is dan die kans? En dan kan je ongeveer berekenen, nou, hoeveel zou een Bitcoin dan vandaag waard moeten zijn? En ik denk dat de markt daar heel erg naar op zoek is. Ja. En Bitcoin is iets heel erg nieuws en mensen proberen te begrijpen.
En dat, die zoektocht, ja, die is heel volatiel. Ja. Robert Reinder, jij kwam wel mensen die jou opbelden en zeiden, wat gaat hier nou gebeuren, toch? Ja, dat is natuurlijk wel, je moet wel even wat slikken als je heel veel geld erin hebt gestoken. Ja. En dat is wel ook wat ik voel als ik kijk naar al die altcoins. Ja. Of nou, en ook voor mensen Bitcoin geldt het ook. Als je gewoon te snel enthousiast bent geworden. En natuurlijk afgelopen jaar kon je heel goed enthousiast worden als alles keer 4 gaat. Of meer in de altcoin sfeer. En dan is inderdaad de vraag, waar houdt het op? Nou, jij zei van ja, eigenlijk heb je dan een soort cyclus zit daarin. Hè, omdat het aantal... kun je dat uitleggen? Ja, en waarom mensen dan opeens nu een beetje hoop verloren? Hoe zit dat dan? Met jou dus de vraag is, ja, als je zo'n munt start... Voor Bitcoin was er niet zo'n munt. Hoe kan je nou zorgen dat het waarde krijgt... maar dat je tegelijkertijd die schaarste houdt... en dat je niet alles aan jezelf geeft? Want dan is het geen eerlijk systeem. En dan krijgt het nooit waarde, want dan vertrouwen mensen het niet. Dus daar is een voorspelbare uitgifte bedacht. Dat heeft Satoshi dan gedaan, de uitvinder van Bitcoin. Waarbij je in het begin 50 bitcoins per 10 minuten kon verdienen... als je bijdroeg aan het netwerk. Alleen die 50 bitcoins per 10 minuten... die halveert ongeveer elke 4 jaar... Dus betekent ook dat het aanbod van nieuwe bitcoins op de markt elke 4 jaar ongeveer kleiner wordt. Ja. Dus niet het totale bitcoins halveren, dus maar het aanbod halveert. Ja. Dus die grafiek gaat zich maar steeds vlakker en uiteindelijk komen er geen nieuwe bitcoins bij. En het gevolg is, als je marktwerking toepast, dat de vraag groeit, want het wordt steeds bekender. En steeds meer televisieuitzendingen worden eraan besteed en meer mensen pakken het op. Ja. Gaan kopen, dus die vraag die neemt toe. En die... En elke 4 jaar heb je een afname in het aanbod. En dat heeft dus een invloed op de prijs. En dat zie je dan een beetje terug in een 4-jaar-cyclus. Ja. En niet helemaal toevallig was er een Nederlander die een model had bedacht. Waarbij dat heel belangrijk was. Ja. En iedereen heeft dus eigenlijk eind vorig jaar zitten wachten op die $100,000. Dat magische getal wat er uit het model zou komen. Ik geloof hier overigens helemaal niks van trouwens. Nee, dat hele model, dat slaat helemaal nergens op. Nee. Ik denk dat die uitgifte maakt niet uit. Het belangrijke getal is 21 miljoen. Ja, dat Wij zullen ooit maar 21 miljoen bitcoin zijn. Dat is het pas over 100 jaar. Maar dan kun je dus denken, hoeveel is een bitcoin dan waard... als het inderdaad die globale geldstandaard wordt. En hoe snel het wordt uitgegeven, dat maakt niet zo fout. En ik denk juist dat heel veel mensen dat model zijn gaan geloven... En nu het niet is uitgekomen, zijn ze geschrokken en willen ze er weer uit. Dus ik denk eigenlijk dat dat model heeft bijgedragen aan die volatiliteit. Maar het was natuurlijk niet de eerste piek. Nee. Je zat wel degelijk die 4 jaar zag je terug. Ja, ik ben wel. Gaan mensen dat ook geloven? Hè? Want dat heb je ook in de aandelenmarkt. Hè? De grafiek, de technische analyse, super populair. Ik heb al een beetje het gevoel dat het meer houvast geeft aan mensen die er eigenlijk niet zoveel van weten. Ben ik met je eens. En we hadden het net over aandelen, ASML of de Bitcoin. Je kan die grafiek erop loslaten en dan heb je een gevoel van grip. Maar, maar wetenschappelijk heeft toch aangetoond dat technische analyse nul correlatie heeft met daadwerkelijk iets voorspellen, toch? Ja. Er zijn verschillende onderzoeken over. Ik heb er zelf een scriptie over geschreven. Ja, en tot mijn verbazing was er toch... bleek als je werkte met moving averages in 2004 was dat. Ja. Dat het waar had, maar alleen als er geen transactiekosten waren. Die waren er toen nog wel. Oh. Die zijn natuurlijk gedecimeerd. Hè? Ook als je kijkt naar crypto's. Dus het heeft wel waarde. Heeft wel iets. Niet zo grafiekjes te kijken. In principe, je kan zeggen technische analyse vaak lijnen trekken. Het is wel een fundamentele analyse. Want van dat een op de andere moment komen er minder bitcoins bij. Ja. Ja. En dan kan je discussiëren of dat zoveel invloed op de prijs heeft. Maar schaarste, hè? Als er vraag is en minder aanbod. Het wordt steeds schaarser. Ja. Ja. Ik heb een vraag binnengekregen. Die wil ik eventjes stellen aan Didi. Die komt even kijken van Roy af. Vraag voor Didi. Didi, waarom ben je met altcoins bezig? Dat gaat ervan uit dat dat zo is. Als je weet dat de Bitcoin de king is. Onwetende mensen kunnen enorm in de problemen komen door altcoins. Staat hier. Vertel. Nou, dat is een hele goeie. En dan kan ik gelijk inhaken op het verhaal wat ik nu net in de studio hoor. Kijk, Bitcoin is king wanneer het gaat om een store of value, een vervanging van peer-to-peer cash. Maar Bitcoin is voor mij niet alleen geld. Bitcoin is voor mij een revolutie en het decentraliseren van de hele wereld. En als bepaalde industrieën gedecentraliseerd gaan worden door een altcoin, doordat zij een project starten waardoor je de advocatuur of het rechtssysteem of wat dan ook kan decentraliseren, zal ik niet aan alle tijden steunen. Voor mij is Bitcoin de macht terugbrengen naar de mensen, de rijkdom eerlijk verdelen en iedereen gelijke toegang geven tot een nieuw financieel stelsel, waarbij je tegelijkertijd de hele wereld decentraliseert. En daar heb je helaas een aantal altcoin projecten voor nodig, omdat Bitcoin pas net
de upgrade van de taproot heeft gedaan, waardoor dat je nu ook dezelfde faciliteiten kunt aanbieden als Ethereum. Dus tot die periode, vind ik, moeten mensen begrijpen dat het niet alleen maar om verrijking van zichzelf gaat. Het gaat om het verrijken van een community die tot nu toe geen toegang heeft gehad tot het monetaire stelsel. Okay. En dat is voor mij de passie in Bitcoin. Laten wij nog even wat andere, dankjewel, nog even wat andere plaatjes laten zien. Nou ja, de Carnage plaatjes, die hebben we natuurlijk allemaal al lang zien komen. Hè. Dit was, we hebben het eigenlijk al wel over gehad, maar dat was inderdaad Crypto Carnage Overnight. Misschien nog even een andere plaatjes die we hebben. Nou, dit is die technische analyse, ver onder de steunlijn van, nou, bla, bla, bla. Van dus, Tom Simmons notabene. Ja, wie is Tom Simmons? Ja, dat is een nou, echt wel vermaard analist, aandelenanalist van KBC. Oh, kijk eens. Die is van zijn geloof gevallen. Ja, ja. Dit is ook weer grappig. Hodl, hè, wat we in de crypto-wereld, de normale beleggers zeggen eigenlijk gewoon buy and hold. Maar hier hebben we dat hodl genoemd. Is dat het, Aaron? Gewoon hoddelen, dit. Zo toch? Oh, heb jij ook een... Oh, wauw, ja, ja. Zo, dan ligt hij daar in Mexico. Ja, mooi om te zien. Ja, is dit... Je kan gaan traden, maar ik bedoel, dan ben je eigenlijk een soort van spel aan het spelen tegen andere traders. Ja, en als je denkt dat je daar beter in bent, dan kan je dat gaan proberen. Ja, dan ga je dus de markt timen. Als het je gaat om Bitcoin zelf en de potentie van Bitcoin, dan zou ik zeggen, dan is hodl inderdaad de beste strategie. Ja. Laten we nog even naar wat andere... Nou ja, is er een verklaring? Want iemand, hè, er werd gezegd, is er een verklaring? Robert Reiner, is er een verklaring voor die klap naar beneden? Nou, het is al, ja, dat mensen willen graag een uitleg. Ja. Nou ja, oké, dan kunnen we het aanwijzen. Toch, ja. En dat is een handvat om iets te roepen. Maar in feite is het de samenloop van allerlei wereldlijke factoren. En ik denk wel zeker dat de teleurstelling in het model nu helpt. Een soort rewind naar 2018. En er zijn natuurlijk heel erg veel... Er is natuurlijk heel erg veel hype geweest met NFT's. En dus in plaats van 3000 zijn er inmiddels 10.000 munten. Ja, als dat eenmaal begint in te storten, vind ik te groot. Ja. Als het begint te dalen, dan gaan mensen voor zekerheid. En nu is het helemaal met de nieuwsgeving over dreiging in de wereld. En, ja, Rusland hebben we overigens nog een plaatje van laten zien. Russell Central Bank calls for total ban on Bitcoin, including mining, trading and payments. Ja, dan, dit helpt dat niet. Dat is niet de aanleiding, hoor. Nee, het is niet de aanleiding. Nee, het helpt niet. Het helpt misschien niet, maar dit gaat al jaren. Dit horen we elk jaar of elke twee jaar. Ja. En ten eerste, dit gaat om de centrale bank in Rusland. Die hebben helemaal niet de autoriteit om iets te verbannen. Maar dit willen ze al sinds 2013. Alleen het grappige met Bitcoin is dat Bitcoin groeit heel snel. En er komen heel snel nieuwe mensen bij in Bitcoin. En die weten vaak niet wat er al in het nieuws is geweest. Dus om twee jaar recycelt hetzelfde nieuws alsof het groot nieuws is. Maar dit willen ze al sinds 2013. En Maar je bent er... Poetin is het er vooralsnog niet mee eens, lijkt het. Want het is nog niet verboden. Het is nog niet verboden. Dus, want anders had hij het wel kunnen doen, zeg maar. Nou, ik denk toch dat Poetin dat wel... Nou ja, trouwens, hij kan het verbieden. Maar het is niet hetzelfde als voorkomen dat mensen het gebruiken. Hè? Ja. Bitcoin is wel specifiek ontworpen om ook onder een verbod te kunnen blijven bestaan. Ja, ja. Een beetje zoals BitTorrent in die zin. Je mocht geen films downloaden, maar dat hebben we mensen allemaal doen het op hun eigen computer. En... Nooit gedaan. je hebt met China gezien dat zelfs al zou dit doorgaan, dan is er altijd nog een respons van de groep die is verhuizen hun spullen. En dan... ja. Didi, jij wil nog iets zeggen? Nou, je kunt het zien. Kijk, ik vind het heel mooi dat ze het erover hebben. Kijk, Bitcoin valt nooit van zijn leven te verbieden. Daarom is het king. Kijk, China heeft getracht het minen te verbieden. Binnen 2 maanden creëren we nieuwe all-time highs in de hash rate van mining wereldwijd. Het valt niet te verbieden. Het gaat zich gewoon bewegen als een decentraal goed van de community, waar het zich kan ontwikkelen tot een nieuwe technologie en de evolutie van de technologie. Dus ik vind het heel mooi om te zien. Ja, nou ja, als je dus inderdaad niet kunt minen in China of in Rusland, dan kan het wel in Delft. Hele straat moet open voor stroomvretende buurman die bitcoins delft. En iemand zegt, ik snap niet dat dit kan. Ja, oh, het is Eindhoven, sorry. Bewoners van het Bretagnehof in Eindhoven die veel last is. Ja. Nou ja, maar zou het niet zo zijn in de begintijd van internet dat mensen dan glasvezel lieten aanleggen en dat dan ook de straat open moest? Dat mensen ook zeiden van, oh, iemand gaat internet gebruiken, wat een onzin dat daar de straat voor open moet. Ik vind het een beetje een... Non-nieuws?
Nou ja, ja. Maar goed, we hebben het hier al zo vaak over gehad. Dus laten we de discussie over de duurzaamheid van de Bitcoin niet nog een keer over doen. Oh, daar gaan we het straks over hebben, hoor. Oké, fijn. Dat is fijn. Dat is heel goed. En nog eventjes deze. El Salvador. Massive discounts available for those paying with Bitcoin. Zegt Stacy Herbert. Moet ik daar nog 75% discount. Ja, moet ik daar nog iets van vinden, Aaron? Dat weet ik niet, maar dat is in El Zonte. Daar ben ik 4 maanden geweest dit jaar. Als grappig feitje tussendoor. Ja. Maar moet ik daar wat van vinden? Ja, dat je discount krijgt. Jij bijvoorbeeld heb je daar in El Salvador al betaald met bitcoins toen of niet? Ja, daarom was ik. Ik was er dus om te kijken hoe dat ging met die uitrol. En daar heb ik voor het magazine de cover story voor geschreven. Ja, precies. Ja. Didi, ik vroeg me wel af, hoe doe jij dat eigenlijk? Want jij hebt al het geld in bitcoins gestoken. Maar ik weet niet, is er in Mexico een pinautomaat? Of je moet, neem ik aan, toch wel in normale local currencies gaan betalen? Nou, de meeste mensen zijn er niet zo mee bezig. Maar wat in El Salvador gebeurt, dat gebeurt overal de wereld. En wij leven al 4 jaar zonder bankrekeningen. Dus wij betalen alles met bitcoin. Het huis wat ik hier nu gehuurd heb van enkele maanden is betaald met bitcoin. Het eten van de kok wat elke dag gebracht wordt betaald met bitcoin. Dus de bitcoin-adoptie is in de landen waar het nodig is al veel verder dan natuurlijk in het Europa. Waar iedereen nog steeds volledig gelooft in het fiat-systeem. Waar ik wel benieuwd naar... Dus je hebt voor ons geen moeite. Jim? Ja, ik ben wel heel benieuwd. Jij zegt, ik huur dat huis voor een aantal maanden. Is het dan zo dat jij een vaste prijsafspraak maakt in bitcoins? Of is de maand januari goedkoper straks dan in februari bijvoorbeeld? Ja, hele goede vraag. Kijk, de mensen zijn niet zo ver als mij. Dus de mensen willen nog steeds stellen in de dollar. Ja. Dus zij maken dollarafspraken. En ons leven wordt aangepast op de bitcoin. Als bitcoin zakt... En dan zie je mij ook tweeten, ik ga weer naar Thailand. Dan ga ik even op leven om meer sets te bewaren. Dat is het mooie van het vrije leven. Ja, maar goed, maar die mensen je betaalt ze wel in bitcoin, maar je maakt de prijsafspraken in dollars. Nou kijk, in Mexico zijn ze al een stuk verder. In Mexico heb je een hele mooie app ook, hè, die heet Bitso. Hè, en als ik mensen bitcoin stuur, wordt er door die app automatisch direct omgezet in pesos, als ze ervoor kiezen, of in enig andere cryptocurrency. Dus de believers... die houden bijvoorbeeld 80% in bitcoin en 20% zetten ze om in hun lokale currency hier. En zo zie ik het in alle landen op dit moment gebeuren. Dus het is puur de extra 10 minuten die ik moet uitleg geven van hoe ze het moeten accepteren. En that's all. Ja, oké. En dat lukt ook elke keer, Didi. Mensen vinden het niet gek van, Dan heb je zo'n typeje die iets met appies wil en bitcoins. Dat tegenwoordig is het verhaal voldoende helder, toch? Nou, zelfs bedrijven. Ik heb hier een real estate agent in Playa del Carmen. Die doet meer dan 200 huizen verhuren, waarvan 60 ook verkopen. Die accepteert bitcoin zowel voor verhuur als voor verkoop. En zo converteer ik steeds mensen tijdens het reizen in bitcoin te accepteren. In Lagos in Portugal kun je zeilen, kun je naar het visrestaurant, kun je de huizen huren met bitcoin. Ja, ik ga daar gewoon langs. Ik doe een barcode met ze en ik overtuig ze. Goed. All right. Ja. Mocht je kijkersvragen hebben, of mocht je vragen hebben voor de mensen thuis, stel ze dan vooral rechts in het scherm. Kun je de vragen stellen. En ik heb er al een aantal binnengekregen eerder. Want mensen sturen ze door de week ook allemaal door. Dus dat is ook wel heel erg grappig om dat even te zien. Dit is een vraag. We hadden het even over HODL. Een ingewikkelde. Dus ik ga even naar jullie toe. Robert, Reinder en Aaron. Als iedereen bitcoin aanhoudt voor de lange termijn, HODL, dan zijn er uiteindelijk te weinig transacties en fees voor de miners. Dan moeten de fees omhoog, wat de liquiditeit verder vermindert. De blocks worden langzamer gemined. En de difficulty adjustment gaat dan omlaag, wat de security vermindert. Wat ook weer verder het fundament van de bitcoin aantast. Is dit een realistisch doemscenario, zegt Ted. Ik heb echt de afgelopen 30 seconden niet begrepen, maar ik denk, service richting Ted, we gaan hem wel even proberen te beantwoorden. Zal ik beginnen? Ja, ik wil ook wel. Ik denk dat de vraag niet helemaal klopt, maar ik kan wel de vragen goed, zo goed mogelijk proberen te interpreteren. En het gaat er eigenlijk om dat op dit moment wordt bitcoin veilig gehouden door miners. En miners krijgen betaald door subsidie, nieuwe bitcoins die in omloop komen, en door transactiefees. En het is de bedoeling, want de subsidie raakt op, dus er zijn maar 21 miljoen bitcoin, dus over tijd moet een groter deel van de veiligheid uit de transactiefees komen. En dat betekent dus dat er eigenlijk meer en meer fees zullen moeten worden betaald.
betaald. Dus dat de fees omhoog moeten. Dus dat er meer vraag komt voor blockspace. Ja, hij, en hier zegt hij van iedereen houdt vast. Als iedereen gaat holden, ja. Ja, dan heb je er niet zoveel. Ik bedoel, dan zou iedereen letterlijk voor altijd moeten gaan holden tot ze in hun kist liggen en het nooit uitgeven. Ik bedoel, dat lijkt me een beetje vergezocht. Maar ik zal wel zeggen, in principe is het nog een open vraag. We weten nog niet helemaal zeker of dat inderdaad op de lange termijn houdbaar is. Okay. Dus we kunnen trends bekijken. We kunnen kijken, nou, hoe gaat het met de fees? En worden die hoger of lager? En hoe gaat het met de subsidie? En blijft het netwerk vooralsnog veilig? En wat voor trends? Maar ja, als je gaat kijken, hoe ziet dat er over 10, 20, 50, 100 jaar uit? Ja, dat is nog een beetje een open vraag. Of dat inderdaad allemaal uit gaat komen met die veiligheid van het systeem. Okay. Ik ben er wel hoopvol over, of positief. Ik denk maar je wilt toch uiteindelijk dat ermee betaald wordt? Dat het een betaalmiddel is? Niet dat je het hebt, houdt en bidden dat het nog meer waard wordt zonder dat je iets mee doet. Je ziet natuurlijk wel dat als de koers hoog is, dat mensen zich rijker voelen. Ja. Dus en als je je rijker voelt, ja, je moet toch leven. En op een bepaald moment, je kan heel lang een bepaalde aankoop uitstellen. Ja. Maar als jouw spaarpotje keer 10 is gegaan, dan kan je denken van nou, dit is eigenlijk wel een goed moment om het wel te doen. Ben je ook niet, nou, nog zeg iets wat jullie misschien niet leuk vinden, een beetje dom. Als iets keer 10 is gegaan, dat je dat dan keer 10 laat. En niet zegt van nou, ik haal er eens een keer 20% uit en investeer het in iets anders. Ik maak het op, ik ga in een zwembad in Mexico zitten. Ja, is dat dom? Ik weet niet. Het is ook weer individuele afweging. Ja, maar dat bedoel ik. Hè. Maar je kan wel blijven zitten nemen, wachten. Eigenlijk zeg je van, je moet gewoon winst nemen. Nou, het is wel de ervaring is wel dat als mensen hoddelen, dan je begint met een droom. En op een bepaald moment heb je die droom gerealiseerd. Dan wordt je droom groter. Dus als je een echte hodler bent, dan denk je gewoon, ja, weet je, in het begin denk je, ik wil een huisje. En op een bepaald moment eindig je met, ik wil een citadel of zo. Nou ja, en sowieso nooit genoeg. In je vraag zit natuurlijk wel heel erg besloten dat je Bitcoin echt ziet als een beleggingsmiddel. Dus iets wat je koopt. Om ja, ik weer... niet. Nee. Nou ja, oké. Okay, maar iemand die zegt, ja, hodl, die doet dat denk ik toch. Ja. Omdat hij er rijk mee wil worden, toch? Okay. Of? Ja, maar goed, je kan uiteindelijk het idee hebben, ik hou het vast tot ik het overal kan uitgeven. Ik zit erin omdat ik wil dat Bitcoin de nieuwe geldstandaard wordt. Ja. Niet omdat ik meer euro's wil. Want die worden waardeloos. Precies. In deze discussie gaan wij zo direct voortzetten. maar we gaan wel iets anders doen. We gaan namelijk richting de pitches. Van harte welkom bij RTLZ Crypto. We gaan het hebben over... Welkom bij RTLZ Crypto, waarin we het gaan hebben over alles wat met investeren in crypto te maken heeft. En of je het nou ziet als een leuk gokje, een technologie die de wereld gaat veranderen, of misschien wel een interessante langetermijnbelegging. Je bent bij RTLZ Crypto aan het juiste adres. Met in deze uitzending van links naar rechts Robert Reinder Nederhoed. Hij is blockchain ondernemer Aaron van Weerdom. Hij is editor-in-chief van Bitcoin Magazine. En hier rechts Jim Theopoering. Hij is vermogensbeheerder bij Eén Vermogensbeheer en ook bekend van het RTLZ beursspel. En iedere week krijgen onze gasten 1 minuut de tijd voor hun gouden tip, een whitepaper of een strategie. Let op met deze pitches, het zijn ideeën, zeker geen koopaanbevelingen. En we beginnen met de eerste pitch en die is van Robert Reinder. Robert, voor jou de eerste minuut. Ga je gang. We leven in een bijzondere tijd. Als je goed oplet, zie je dat ons financiële systeem wankelt. Economen leggen uit dat inflatie juist goed is en dat negatieve rentes nodig zijn. Maar in werkelijkheid, ons geld is stuk. Een betrouwbaar geld is belangrijk voor een onbezorgde toekomst. Waar je kan sparen voor later, waar je salaris elke maand genoeg is om van te leven. Gelukkig heeft de uitvinder Satoshi ruim 10 jaar geleden Bitcoin geïntroduceerd. Zuiver geld, toegankelijk voor iedereen. En wat wereldwijd werkt, belangrijk om toe te voegen, je kunt bitcoins niet bijdrukken. Het is het geld van de toekomst. En het is er nu al. Daarom hou ik al 8 jaar dit verhaal. Neem geen risico met experimentele munten. Spaar voor later. Keep it simple. Spaar bitcoin. Dankjewel Robert Reinder. Even een check. Kijk, dat hoor ik elke Bitcoin-believer hoor ik dat zeggen. Het is fijn dat er maar uiteindelijk 21 miljoen van kunnen komen. Maar goed, dat is eigenlijk hetzelfde als toen we ooit onze economie op goud hadden draaien. Toen werd onze economie zo groot dat we eigenlijk te weinig goud hadden om de economie te financieren. En toen hebben we dat losgelaten. Is dit niet hetzelfde probleem dat je dus nu straks met Bitcoin gaat krijgen? Nou,
Volgens mij is de goudstandaard losgelaten omdat president Nixon de oorlog moest financieren. Zeker. Dus dat is niet per se een hele goede motivatie. Ik denk ook... Sinds we die goudstandaard hebben losgelaten is de economie enorm gegaan. Omdat we namelijk geld konden creëren. Ja, kijk, nu ga ik een beetje buiten mijn, mijn terrein. Maar je geeft het zelf namelijk aan. Nee, je zegt er zijn er maar 21 miljoen, je kunt niet bijdrukken. Ja, zeker. Dus is er dus zeker. Een argumentatie. Nou, dat bijdrukken is heel belangrijk. Ja. Omdat je nu ziet dat doordat je het kan bijdrukken, hè, de euro en de dollar, wordt het politiek. Dus dan krijg je dat Amerika plat ligt, de overheid. Omdat ze geen toestemming krijgen om geld bij te drukken. Omdat ze meer schulden aan willen gaan. En op het moment dat je veel sneller wordt afgerekend op je schulden, want je moet in Bitcoin gewoon niet schulden aangaan. Dus kun je ze altijd over nadenken wanneer je schulden moet aangaan. Houdt dat veel meer de economie in balans. Zeg maar. Ja. Je hebt veel eerder een point of reconciliance. Ja. Waarbij je gewoon... Ja. We kunnen vaststellen, hier bestaan verschillende ideeën over. Hè? Monetaire ideeën. Daar hebben economen door de 20e eeuw veel over gedebatteerd. En op dit moment is inderdaad de algemene aanname dat een munt stabiel moet zijn en dat je daar dan CPI voor gebruikt. Ja. En een beetje inflatie is misschien goed. Maar dat is niet per se iets waar iedereen het altijd mee eens is geweest. Hayek heeft daar heel andere ideeën over gehad. Rothbard, wat een Austrian is, heeft daar heel andere ideeën over gehad. En ik denk dat Bitcoin representeert zo'n ander idee. Ja. Een idee dat zegt, nee, we hebben helemaal geen inflatie. We hebben helemaal geen stabiliteit op basis van CPI nodig. Een stabiele geld... eenheid die hoeveelheid werkt beter. Werkt beter om daar dan de economische calculaties mee te maken over tijd en over plaats. Goed, we gaan naar de volgende pitch en die komt van Aaron. Oh, die komt van mij. Jij mag aan de gang. Ja, Bitcoin kan helpen de duurzame transitie te versnellen. Hoe zit dat? Op dit moment zijn duurzame energiebronnen gelukkig al behoorlijk goedkoop geworden. Met name zonne-energie en windenergie horen bij de goedkoopste manieren om energie op te wekken. Maar het probleem is dat het moment dat we dat kunnen opwekken niet altijd parallel loopt met het moment dat we het nodig hebben. Het waait soms 's nachts terwijl we allemaal liggen te slapen, dan is die energie niet nodig. Of 's avonds hebben we energie nodig terwijl de zon niet schijnt. Nou, hoe gaan we daar nu mee om? Dan proberen we grote batterijen te bouwen, dat doen we ook, maar die werken niet zo heel goed. Of we proberen dus energie te verplaatsen, maar daarin gaat ook energie verloren. Dus als iemand een windpark wil neerzetten, dan zal die een calculatie maken van nou, hoeveel energie levert dat op? En hoeveel gaat er verloren omdat mensen het niet nodig hebben op het moment dat het wordt opgewekt? En daardoor is soms die calculatie niet voldoende om het neer te zetten. Nu met Bitcoin hebben ze een extra optie, namelijk het waait 's nachts. We zetten de Bitcoin miners aan en nu gaan we Bitcoin minen terwijl mensen liggen te slapen en is het windpark in één keer rendabel geworden. Dankjewel Aaron, hartstikke goed. Jim, even het verhaal wat jij nu hoort. Wat denk jij dan? Nou, ik denk dan, nou inderdaad, het zou zo kunnen zijn dat je die mining activiteiten doet op momenten dat de energie eigenlijk over is, hè, of dat het gunstig is. Maar neem niet weg dat het stroomverbruik om te minen, waar veel kritiek op is, natuurlijk nog wel extreem hoog blijft. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, we bouwen de helft minder windmolens en we minen niet meer, heel extreem gezegd. Nou, het ging er in mijn voorbeeld ten eerste dus om dat er nu een windpark kon komen waar voorheen geen windpark kon komen. Dus voorheen moeten die huishoudens gebruik maken van gas of van olie, wat het dan ook is. Maar nu kunnen we dat windpark rendabel maken, dus kunnen we het neerzetten. Om op je andere punt in te gaan, jij zegt Bitcoin gebruikt extreem veel energie. Ja, dat vind ik nogal een subjectieve, op basis waarvan gebruikt het veel. Blijkbaar zijn mensen bereid ervoor te betalen. Deze studio, kijk al die lampen, kijk al die computers die daarachter staan. Dat gebruikt ook heel veel energie. Klopt. Maar ik kijk nooit naar dit programma, maar ik zal niet zeggen dat dit een verspilling is. Andere mensen blijkbaar wel, en die halen hier informatie uit wat ze nuttig vinden. En adverteerders, die zijn er blij mee. Dus mensen zijn er blij mee. En mensen zijn ook blij met Bitcoin. Dus ook al gebruik je zelf geen Bitcoin, vind ik het nogal gek om te zeggen dat is een verspilling. Dat is verspilling. Dat is voor andere mensen om dat te bepalen. Die zijn bereid om daarvoor te bepalen die gebruiken die energie. Even naar Didi toe. Didi, wat denk jij hierover? Nou, ik heb er eigenlijk een hele makkelijke mening, een eenvoudige mening over. Het gaat erom dat we een evolutie zien van geld. En het gaat erom dat we dus minder energie gebruiken dan dat we nu doen met geld.
En als je gaat analyseren hoeveel energie gebruikt wordt op dit moment door het bankensysteem, bankgebouwen, met airco's, met computers, met serverruimtes, ATM-machines, alles wat gebruikt wordt om het geld in stand te houden, dat is natuurlijk veel meer energie dan een aantal miners wereldwijd. Dus het gaat erom dat we het monetair stelsel verbeteren. En dat doet Bitcoin. En dat kunnen we niet onder de banken steken. Ja, dat vind ik een goed tweede punt. Dus inderdaad, op het moment dat ik een Bitcoin-transactie maak, dan maak ik geen transactie via een bank. Mm-hmm. Dus dan moet je op zijn minst moet je dat met elkaar vergelijken. Van hoeveel kost die Bitcoin-transactie dan? Ja. En dan moet je het goed berekenen, niet zoals het nu vaak populistisch gebeurt. En dan moet je kijken hoeveel werd er bespaard doordat ik geen bank gebruikte. En het derde wat ik dan nog heel snel wil zeggen, op dit moment is Bitcoin dus al behoorlijk groen. Hè? Het is, de schattingen liggen tussen de 30% en 50% is nu al duurzame energie. Daarmee is het een van de meest duurzame industrieën ter wereld op dit moment. Goed, ik wil daar eigenlijk nog overheen gaan. Ja, maar ik ben bang dat Jim eerst de pitch moet doen. Anders gaan we gewoon niet in deze uitzending de pitch van Jim Theopori. Haal maar zitten. En nee, dat willen we wel graag. Jim, ga je gang. Het blinkende Ferrari, daar droomt toch elke alfaman van. En het goede nieuws is, het kan als ik mijn vrienden mag geloven, dankzij investeringen in crypto's, bijvoorbeeld Rippeltjes, Cardano of natuurlijk Bitcoin, verdien je simpeltjes tienduizenden euro's per maand. Ja, gedreven door hebzucht en niet gehinderd door enige kennis, stort je die in de wereld van crypto's. En die rit is best heftig, want zelfs de meest doorgewinterde crypto-investeerder verloor de afgelopen weken de helft van zijn geld. En het is misschien niet de Ferrari meer die realistisch is, maar de fiets. De vraag is dus ook, ga je gokken op koersuitslagen of ga je investeren in lange termijn waardecreatie? Nou, voor de tweede groep een tip van hedge fund belegger Ray Dalio, die zegt enige gratis rendement dat er bestaat, dat is spreiding voor geleidelijke groei. Dus een gespreide portefeuille zou wat mij betreft moeten bestaan uit aandelen, obligaties, zeker ook bitcoin, misschien andere crypto's, voor een gedegen rendement en minder uitslagen. En aan het einde van de rit is die Ferrari dan misschien wel in zicht. Dankjewel, Jim Theopori van 1 Vermogensbeheer. Even kijken, Aaron, jij hebt bitcoins, neem ik aan. Ik word ook betaald in bitcoin voor mijn werk en het is geld. De diversificatie is... ben jij gediversificeerd of zit jij gewoon vol in de bitcoin? Het antwoord is ja, maar verder wil ik niet al te veel ingaan op mijn persoonlijke portefeuille. Ja. Mag ik een vraag stellen aan Jim? Ja. Waarom zit er überhaupt bitcoin in zo'n portefeuille? Waarom zou dat erin moeten zitten? Wat is voor jou zeg maar de selling point voor Bitcoin? Of je hebt hem net, of eigenlijk heeft Robert hem genoemd. En dat is het feit dat het schaars is. Kijk, ik denk zelf dat de euro uiteindelijk niet zou bestaan. Dat iets als goud heeft schaarste en daarmee vaste waarde. En ja, ik denk dat het een soort digitaal goud is. Ja. Ik weet er weinig van, maar het feit dat er schaarste is, dat is uiteindelijk waarde. Maar het is een beetje uncorrelated asset. Zo in die categorie zie je dan. Ja. Mijn kritiek is wel dat als je het als belegging koopt, een belegging die moet ook rendement opleveren, anders dan koersschommeling, dus huurinkomsten of dividend of rente op een lening. Maar ik denk wel dat het steeds meer in de beleggingsportefeuille thuis hoort. Ja, je kunt er niks. Het is het enige wat het creëert, is dat als er iemand anders bereid is om meer te betalen. Toch is het waarom stap jij er dan toch nog in? Want de rest waar jij instapt, daar wordt daadwerkelijk waarde gecreëerd. Ja. Het is eigenlijk vergelijkbaar wat mij betreft dan ook met goud of bijvoorbeeld commodities. Het is uiteindelijk wat de gek ervoor geeft. Ja. Maar als er genoeg gekken zijn die geloven dat het waarde heeft, ja, dat is voldoende. Goed. Is wel programmeerbaar goud. Dus het is meer dan goud. Ja. Dus het is een verzekering tegen die euro die los slaat. En daarnaast kun je erop verder bouwen. En dan heb je al die potentie van die altcoins. Plaats je op bitcoin, heb je store value als basis met die innovatie, de toekomst. Nou, daar gaan we over doorpraten. Dank voor nu eventjes. We gaan voor mensen die vragen hebben gesteld. Eens even kijken. We hebben een paar vragen. Joka vraagt dit. In hoeverre heeft de Fed in de USA invloed op de huidige neergaande trend? Robert Rijs. En dan doelen ze van op de Bitcoin? Ja, van de Bitcoin. En dan doelen ze op dat mogelijk die aangekondigde rentestijgingen. Ja. Nee, ik sla over. Slaat over. Ja. Nou, Jim.
Ja, hij heeft absoluut effect namelijk. Want hè, als er weer rente komt, dan heb je een alternatief. Hè, want dan wordt ineens die dollar, krijgt misschien meer waarde, wordt meer investable. En daarbij heb je natuurlijk ook nog een theoretische waardeberekening. Als je een aandeel koopt, maar ook een bitcoin, dan investeer je eigenlijk in iets wat in de toekomst veel waard zou kunnen zijn. Nou, als de rente toeneemt, dan is datzelfde wat in de toekomst bijvoorbeeld 100.000 waard is, ja, nu minder waard als er een hogere rente op zit. Dus ook puur theoretisch. Hogere rente betekent altijd een lagere waarde voor assets als aandelen, maar ook een bitcoin en ook obligaties. Ja, wat denk jij, Aaron? Nee, ik ben het hier wel mee eens. Eigenlijk het beste wat centrale banken kunnen doen als ze bitcoin willen tegengaan, is zelf een heel strak monetair beleid gaan voeren, zodat we bitcoin minder hard nodig hebben. Ja. De goudstandaard weer invoeren of zo. Wij zien hier een andere. Zijn central bank digital currencies niet een enorme, laten we zeggen, leading question, maar goed. Zijn central bank digital currencies niet een enorme bedreiging voor de mensenrechten en de vrijheid? En is bitcoin daar het tegenovergestelde van? Geld voor en door het volk? Nou, dat lijkt niet echt op een vraag, maar meer als een soort stelling waar we alleen nog maar ja op mogen zeggen. Maar dan toch leg ik hem heel even voor, Robert. Ja, ik dacht dat hij ging zeggen, is het geen bedreiging voor bitcoin? Ja. Terwijl er verandert niet zoveel monetair gezien. Er verandert wel iets aan hoe je het digitaal kan toepassen. Nou, het is natuurlijk misschien wel een, laten we zeggen, een concurrent. Hè? Dus je zegt, het is programmeerbaar goud. Dus nou ja, een aantal technische aspecten worden dan maar alweer. De schaarsheid van een digitale euro is niet, hij is niet schaarser dan de gewone euro. Nee. Dus de vraag is op zich een goede. Nu heb je met contant geld nog iets van anonimiteit met de euro. Als je naar een digitale munt toe gaat vanuit de centrale bank, dan krijg je dus traceerbaar geld met eventueel condities of geautomatiseerde belasting. Nou ja, waar de vraag vandaan komt is inderdaad dat op het moment dat je digitaal geld hebt dat niet anoniem is, dan kunnen machthebbers of wie dat geld ook controleert dus precies zien wie wanneer betaalt. Aan welke politieke partijen je misschien donaties geeft. Of aan welke. WikiLeaks is een goed voorbeeld. Hè? Mm-hmm. WikiLeaks die op een gegeven moment publiceerde die documenten die de Amerikaanse overheid echt niet leuk vond. Nee. En toen hebben ze alle geldstromen naar WikiLeaks geblokkeerd. Behalve bitcoin konden ze niet blokkeren, dus konden ze nog wel met bitcoin. Dus op het moment dat je digitaal geld hebt dat helemaal inzichtelijk is, dan kun je ook precies zien. Pardon. Ja, wie wanneer betaalt. En dat is gewoon een hele. Dat wil je niet. Nou, ik heb iets. Nee, neem een glaasje water. dat wil je niet. Maar dat is ook een beetje waar bitcoin vandaan komt. Nou, god. Neem een glaasje water. Neem een glaasje. No worries. Eens even kijken hoor. Ondertussen, voor de kijkers thuis. De kijker mag natuurlijk altijd beslissen. Welk idee is het beste? Wie geloof je het meeste? Onze online kijkers die mogen nu stemmen. Was dat Robert Reinder? Was dat Aaron? Of was dat Jim? Even kijken hoor. Ik heb nog een vraag binnengekregen voor Aaron. Er zijn mooie projecten binnen crypto die de wereld beter maken. Waarom zet je deze projecten weg als shitcoins? Nee, ik heb dat woord niet gebruikt vandaag. Nee, volgens maar goed, je bent wel wat kritisch, laat ik het zo zeggen. Eerst zien, dan geloven. Laat maar zien hoe ze dan de wereld beter maken. Ik geloof dat meestal niet. Meestal is het helemaal niet nodig om dingen te decentraliseren. Dan werken centrale systemen prima. Ja. Dat ten eerste. En ten tweede, zoals ik zei, ik denk dat als er wel iets nuttigs wordt verzonnen op zo'n alternatief systeem, dat het ook door Bitcoin kan worden geïntegreerd. Dus je kan het wel zien als een soort van experimentele proeftuinen. En dat is op zich niet kwalijk. Het wordt wel kwalijk als je het echt gaat pushen en verkopen als een next big thing, in plaats van we zijn gewoon iets aan het experimenteren. Ja. Als dat laatste is, heb ik er geen probleem mee. Oké, we hebben een duidelijke winnaar van de poll. Van wie de beste pis had. En dat was Jim. Hey. Nee, gefeliciteerd. Was je net tweede geworden, toch? Of niet? Ja, ik dacht, ik moet iets beter doen. Dan deze keer heb je gewoon de bal binnen de lijnen gehouden. En ben je gewoon de winnaar, de duidelijke winnaar van deze ding. Aaron als tweede en Robert Reinder als derde. Allemaal gefeliciteerd. We gaan er even tussenuit. We gaan even een korte pauze houden. Laat je scherm gewoon openstaan. We starten vanzelf weer over een paar minuten. En dan praat ik met Didi Taihutu, live vanuit Mexico. Tot zo.
Welkom bij RTLZ Crypto met iedere week een speciale gast. We praten over crypto, over strategie, over risico's en over kansen. En vandaag live uit Mexico, Didi Taihutu. Didi, jij leeft met je hele familie van de Bitcoin. Ik durf bijna niet te vragen, maar hoe bevalt dat? Het bevalt heerlijk, het is geweldig, weet je. Dus je leeft op een valuta die volledig tegen alle inflatie inbokst, waardoor je dus eigenlijk het leven wordt steeds goedkoper en voordeliger. En dat is natuurlijk gewoon een heel apart gevoel op dit moment als je kijkt naar de rest van de wereld. Ja, het is natuurlijk wel, je hebt in 2017 alles verkocht, hè? Je huis, je 3 auto's, het speelgoed van de kinderen en dat heb je omgezet in bitcoins. Dat heb je ergens gekocht tussen de 1000 en de 3000 euro per bitcoin. Dan zit je er warmtjes bij op dit moment, denk ik. Ja, dat is bloedheet hier in Mexico. Ja, maar waarom wist jij van dit is een goed idee? Want dit, kijk, beleggingstechnisch is dit natuurlijk het domste wat je kunt doen. Al je eieren in één mandje. Dat zeggen ze altijd. Hè? Maar of dat dan daadwerkelijk zo is. Ik ken zoveel mensen die alle eieren in één mandje hebben gedaan en daardoor eigenlijk financieel onafhankelijk zijn geworden. Maar de maatstaf zou zijn diversificatie. Op dat moment was ik een ondernemer en had ik het wel een beetje gehad met het onrecht dat jou aan wordt gedaan door het systeem. En ik wilde een ander leven leiden. En dat was enerzijds. En tweederzijds was, weet je, ik ben nu 44. Ik had de hele internetboom al gemist. Hè? Ik had kunnen investeren in Google. Ik had kunnen investeren in Amazon. Dus ik had zoiets van, hoezo zou ik deze missen? Dit is de evolutie van geld. Ja. En je ziet heel langzaam dat geld evolutie doorgaat. En dan zie je gewoon, als visionair zijnde, wat er gaat gebeuren met geld en goud. Nou, en dan kun je niks anders zeggen dan, laten we gewoon all-in gaan. En stel je voor dat het nou mislukt was. Had je dan nog steeds zo'n enthousiast verhaal gehad over Bitcoin? Of was het dan iets minder geworden? Als de koers geïmplodeerd was? Nou, ik denk dat ik dan, als het mislukt was op basis van geld, hè, dat werkelijk de waarde niet gestegen was, dan was ik nog steeds even enthousiast geweest over de technologie die daadwerkelijk een nieuw monetair systeem probeert te creëren, wat we nu kunnen zien in El Salvador, et cetera. Financieel gezien, had ik dan weer opnieuw moeten beginnen, net zoals na school, weet je, ga je weer een baan zoeken, ga je weer werken, pak je weer een hypotheekje en bouw je weer een nieuw leven op. Ja. En mijn mindset is altijd van, weet je, no risk, no glory. Laat het gewoon proberen. Ik kan niet in angst proberen te leven en daardoor zeg maar mijn dromen kapot maken. Ik wilde mijn dromen juist waarmaken. Ik begrijp dat jouw broer op het punt staat om ook zijn huis te verkopen en in bitcoins te investeren. Jij was lekker op tijd, maar dit lijkt me nog. Ik vind dit wel wat angstiger worden. Nou nee, ik heb ze met kerst overgevlogen, mijn broertje en mijn zusje met beide gezinnen naar Mexico om kerst en nieuwjaar hier te vieren met z'n allen. En toen hebben we een goed gesprek met hun gehad en ze willen allemaal het leven graag veranderen gezien de situatie waar iedereen nu in zit. En ik heb toen tegen hun gezegd, jullie hebben zo'n gigantische overwaarde. Dat je wel moet gaan rekenen. Kijk, als jij ziet dat in Amerika de rentes verhoogd worden, dan gaat Europa erachteraan. Als de rentes omhoog gaan, dan gaan ook de hypotheekrentes omhoog. Dan gaat de huizenwaarde zakken. Dus je verdampt je overwaarde. Dus waarom pak je niet je overwaarde? Ga je een jaartje reizen, investeer je in een deel in bitcoin en doe je hetzelfde weer en weer en weer. Kijk, met die rentes die omhoog gaan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die bitcoin naar beneden gaat. Dan wordt het een kort reisje. En maar dat is de bedoeling dat de bitcoin om naar beneden gaat, want dan kan hij goedkoper inkopen en ik ook weer goedkoper inkopen. Weet je, het is een nieuwe levenswijze waar je op een volatile asset leeft, maar waar je wel van weet dat er maar 21 miljoen zijn en dat de laatste in 2140 gemined wordt. En waar je weet dat de vraag alsmaar toeneemt. Het zijn de grootste van de grootste bedrijven in de wereld die beursgenoteerd zijn, die bitcoin als reserve asset neerzetten in plaats van geld. Als deze trend zich door blijft zetten, wat we nu zien bij institutional investors, bij grote MicroStrategy bedrijven, bij landen, dan gaat de vraag alleen maar toenemen. En dan kun je gewoon alleen maar heel veel geduld opbrengen voor die cycle. En die in de komende 4 jaar, waar Bitcoin dan denk ik weer enkele tonnen waard is. Hey, en ben jij dan ook inderdaad echt aan het heen en weer aan het treden? Dus zeg je van, ik stap een beetje uit, neem wat winst en dan wacht ik tot het weer zakt? Of hou je het gewoon vast? Ik heb mijn eigen indicatoren gecreëerd en op basis van die indicatoren op de weekly chart stap ik in en stap ik uit. Dus inderdaad, ik ben uitgestapt rond de 56 en ik ben nu in het wachten om weer in te stappen met een deel van mijn trading portfolio. Een overgrote deel, laten we zeggen zo'n 66% op dit moment, is een hodl. Dus het zit gewoon in wallets voor de komende 10 jaar. Ja. Even, want je zit in Mexico op dit moment. Ja. Is nou niet het meest veilige land ter wereld?
Dus ik hoop niet dat je al je bitcoins op een USB-stickje hebt die om je nek hangt. Nee. Wij reizen maar met een heel sumier aantal bitcoins. En zodra die weer opraken, dan gaan we weer naar een plek waar weer een ledger is. En op die ledger gaan we dan weer ons wachtwoordje invullen. En weer wat bitcoins cashen. En kijk, het is ook zo. Wij zijn inmiddels wel natuurlijk gegroeid als een soort van brand. Waardoor we ook bitcoins verdienen dagelijks. Hè. Wij accepteren geen geld. We hebben ook geen rekeningen waar we het kunnen accepteren. Dus we verdienen ook bitcoins. Nou, en die spenderen wij eigenlijk. Het is hetzelfde als een werkend persoon voor fiat, die zijn geld uitgeeft, geeft 500 bitcoins uit. Maar ben je niet, even, bijvoorbeeld, ik heb allerlei artikelen gelezen van ja, je moet de $5 wrench, hè, dat er iemand staat met een steeksleutel, die staat bij je huis en je moet je wachtwoord opgeven, heb je een probleem? En zeker, denk je daarover na? Heb je daar security layers ingebouwd? Hoe werkt zoiets? Nou, we hebben er niet zo heel veel over nagedacht tot deze boeren, waar natuurlijk je kapitaal exponentieel weer gegroeid is. En waar je daar natuurlijk op gelet hebt, omdat je in een niche-markt redelijk beroemd wordt en heel veel herkend wordt hier op de straat en mensen selfies willen. En dan ga je er wel over nadenken. Maar ja, dan lees je het nieuws in het Nederlands en dan zie je dat Vincent Evers gewoon tijdens een podcast live ook wordt overvallen. Ja, dus ja, dat is overal nodig mogelijk in de wereld. En wij hebben gewoon als gezin gekozen, wij willen nooit meer in angst leven. Wij willen gewoon alleen maar leven. Ja. Hey, wat doe je eigenlijk de hele dag? Vraag ik me af. Nou, onze community is flink gegroeid. Op dit moment worden we gevolgd door een cameracrew uit Nederland die ons al een jaar volgt. En die gaan ons nu nog een jaar volgen, want we zijn een documentaire aan het maken voor, ik mag de naam niet zeggen, maar dat is een van de grootste streamers van de wereld. Dus dat, de focus ligt voor mij nu meer op mass media en het entertainment segment van Bitcoin om te laten zien. Krijg je een soort reality show? Krijg je die? Ja, ik mag daar niks van zeggen. Die cameravrouw zit me hier te filmen. Die kijkt me aan van hou je mond. Dus stil. Ja, ja, okay. Ja, interessant. Hoe zie jij de crypto-wereld over 5 jaar? Ik denk dat over 5 jaar in Zuid-Amerika enkele landen zijn toegetreden aan het hele crypto-believing-concept van El Salvador. Ik denk dat we dat ook in Europa gaan zien, met het begin van de Oekraïne en Turkije nu. En ik denk dat Bitcoin gewoon gaat uitgroeien tot een soort van store of value die je kunt gaan gebruiken als peer-to-peer cash. Die tegelijkertijd de wereld decentraliseert, maar voor de financiële wereld wordt gezien als het goud van de 21ste eeuw. Dus ik denk dat het een hele mooie dynamiek gaat worden tussen institutionele beleggers, biljonairs, normale kleinere mensen zoals ons, die daadwerkelijk hetzelfde concept gaan geloven en gaan gebruiken. Ja. Hey, je hebt een heel duidelijk beeld over waar het heen zou gaan. Wat zou dat kunnen verstoren? Wat kan er gebeuren waardoor wat jij nu denkt dat er gaat gebeuren niet doorgaat? Nou kijk, mensen speculeren heel veel. Hè? Mensen zeggen, ja, wat gebeurt er als het internet wegvalt? Mensen zeggen, wat gebeurt er als de elektriciteit wegvalt? Daar kunnen we allemaal over nadenken, maar zodra dat gebeurt, dan valt het hele monetaire systeem in duigen. Dan heeft niemand meer waarde, dan is giraalgeld, ja, is er ook niet meer als het ware. Dus ik ben daar niet zo mee bezig. Kijk, natuurlijk, weet je, we kunnen het internet verliezen. Gelukkig heeft Blockstream als satellieten draaien en gaan we via de radio over of de satellieten bitcoins met elkaar exchangen. Het is heel moeilijk om nu te bedenken wat wij over 10 jaar als mensen al doen. Weet je, voordat we de iPhone hadden, konden wij niet bedenken dat ik dit nu doe hier in Nederland. Een interview via internet. En zo moeilijk is het nu om dat ook weer te bedenken. Alleen ik zie wel mijn kinderen opgroeien in een digitale tijd. Waar ze in virtuele werelden leven en meer aandacht en geld uitgeven of bitcoins aan een avatar dan aan een paar nieuwe Nike's in de real life. Dus wie weet waar we heen gaan. Niemand weet het. Ik weet alleen dat bitcoin en cryptocurrency een onderdeel gaat worden van het steeds meer digitaliseren van de wereld. Een van de dingen wat dan wel zou kunnen, is natuurlijk dat machthebbers gaan zeggen, ja, maar wacht even, dit is allemaal heel leuk, dat gecentraliseerde geld. Maar onze macht neemt te veel af. We gaan hier restricties opbieden. Ja, kijk, ze kunnen natuurlijk nooit restricties bieden op het protocol Bitcoin zelf. Ze kunnen wel restricties maken op het onboardingproces. Dus hoe kun je bitcoins kopen en hoe kun je ze weer verkopen. En dat zie je nu in Nederland en vele landen gebeuren. En dan krijg je KYC, dan krijg je AML. Dan krijg je al die restricties, zeg maar, die het moeilijker maken om Bitcoin te kopen. Maar het protocol Bitcoin zelf is unstoppable. Je kunt dit niet stoppen. En zodra de mensen eindelijk verder ontwikkelen naar
non-KYC aankoop van bitcoins, wat dan ook tegenwoordig al kan. Hè. Je kunt gewoon je cashgeld omzetten in bitcoins met een OTC-dealer, noemen ze dat. Dat kan zelfs in Mexico. Dan hoef je geen gebruik maken van die instanties die nog steeds heel gecentraliseerd moeten voldoen aan de wetten en plichten van een hele gecentraliseerde overheid. Ik ben daadwerkelijk voor decentralisatie van de wereld. Ja. En daar hoort, denk ik, blockchain technologie bij. Ik vraag me nu opeens af, betaal je nog wel belasting of is dat eigenlijk ook afgelopen? We hebben eigenlijk heel lang als digitale nomaden rondgereisd. En inmiddels zijn we sinds een jaartje nu officieel geregistreerd in Portugal. En die hebben 0% belasting op bitcoin. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi. Maar op arbeid hebben ze ook op arbeid 0% belasting of niet? Nee, ze hebben nul. Als je daar als Nederlander gaat wonen, dan ben je de eerste 10 jaar niet verplicht om belasting te betalen op vermogen. En helemaal niet op cryptocurrency. Dus dat is nog op dit moment het belastingparadijs van Europa, is Portugal. Dat is, daarom zie je alle Bitcoin-miljonairs vanuit Nederland op dit moment langzamerhand naar Portugal vertrekken. En ik ontvang ze met warme armen, open armen en een lekker bakje koffie. Goed. Didi, dankjewel. Didi Taihutu. Ik ben benieuwd hoe jouw avontuur gaat aflopen en hoe inderdaad die real live show dan op een van de wereldwijde streamers er gaat uitzien. Dankjewel. Goed. Zo. Nou. Jim, je bent hier nou voor de derde keer. Word je al enthousiast over de Bitcoin of niet? Ja, ik word wel enthousiast, dat moet ik wel eerlijk bekennen. Ik heb al verteld dat wij ook vanuit het als vermogensbeheerder 2,5% geallockeerd hebben aan een ETF die belegt in toeleveranciers aan de industrie. Ja. Dus MicroStrategy kwam net voorbij. Nou, daar hebben we een klein deel van de portefeuille in. Maar ik zei vanmiddag tegen een van mijn collega's, ja, ik ga gewoon, ik heb al ergens een account, maar ik ga gewoon 1 bitcoin nu kopen, want dat is een mooie daling. En ik geloof er wel in, dat is dan privé, hè, voor de lange termijn, dat dit blijvend is. Die andere, volgens mij schop ik jullie niet tegen de schenen, maar die andere troep, wat er allemaal verzonnen wordt met white papers. Ik heb dat gedownload, Cardano. Nou, ik begreep er helemaal niks van. 60 pagina's, abracadabra was het voor mij. Dus daar wil ik niks mee te maken hebben, maar bitcoin wel. Ja. Ja. Je moet nooit zeggen hoeveel bitcoins je gaat kopen. Hè? Oh nee, waarom? Regel 1. Als je naar 1 miljoen gaat, dan weten ze straks dat jij 1 miljoen hebt. Ja, maar weet je, voor mij is het, ik ga een heel klein deel allokeren. Ja. En misschien koop ik nog wel een en nog wel een en nog wel een. Ik vind juist van, ja, weet je, er zitten hier allemaal mensen die zeggen allemaal, ja, ik weet alles van bitcoin. Maar uiteindelijk heb ik wel zoiets van, laat ook maar eens zien wat er op tafel... Ja. Ben je daar zo bang voor, Robert Rijn? Dat is natuurlijk net ook vaker gekomen. Als je ervan uitgaat dat hij nog een keer 50 gaat, waar ik op dezelfde lijn zit als Didi. Tenminste, Didi zijn een paar ton over een paar jaar. Maar dat zou nog wel eens meer kunnen zijn als het geld van de toekomst wordt als wereldmunt. Ja. Ja. Dan zit je maar misschien heb je dan al een keer wat verkocht. Toch? Iedereen gaat stomme dingen doen. Ja. Eens even kijken. Zal ik even. Nou, wat vond jij, Aaron? Wat vond jij van het verhaal van Didi? Wat denk je als je dit zo ziet? Wat vind ik van het verhaal van Didi? Ja. Mooi verhaal. Ik weet niet. Leuk voor Didi, toch? Ja. Gaat goed volgens mij. Ja. Wat natuurlijk lichtend is, is dat dit is de meest extreme situatie die je kan voorstellen. En iedereen zegt, oh, wat een groot risico. Maar als je het spectrum bekijkt, dan was ik heel blij met Jim's verhaal. Als je aan de andere kant zit, hè, als no-coiner, dan neem je ook een risico. Dus je kan zeg maar op het spectrum van in Mexico gaan zitten en je huis verkopen, tot zeg maar denken van, oh nee, ik begin niet aan bitcoin. Daar zit iets tussen. En ik denk dat het mooi is om te zien dat, dat er gradaties zijn. Ja. Didi, wat wilde jij erover zeggen? Nee, ik vind het wel mooi dat hij dat zegt. Nou, dat is, ik vind het een groter risico om het geld op een bank te laten staan, waar je negatieve rente betaalt over je kapitaal en waar de inflatie ervoor zorgt dat je geld verdwijnt. Ik denk dat het allergrootste risico is dat mensen op dit moment lopen. Dus ik begrijp het andersom eigenlijk gewoon altijd niet. Nou goed, dat is wel een goede vraag om nog even aan de mensen thuis te stellen. Stel je voor, je gaat bitcoins nemen. Hoeveel procent van je vermogen doe je dat dan? Is dat, jeetje zeg... Meer dan 100%. Ik heb geld geleend. Doe dat alsjeblieft niet, jongens. Maar goed, oké. Nou ja, er zijn wel heel veel jongeren die in die situatie zitten. Die nu zeggen, ik wil bijkopen. Ik heb ook een collega, die is 25. Zegt, al mijn vrienden zitten in de bitcoins. Die willen bijkopen. Ja, maar dus ik zeg, leen ze geld tegen 8%. Dat je ze het pand uittrapt dan, toch?
Dat is vrienden van een collega. Nee, maar even één ding. Die komt dan niet binnen. Hebben we toch al geleerd in de afgelopen tijd dat het beleggen met geleend geld. Nooit doen. Toch? Dat, maar goed. Ja. Dat neem ik aan dat met Bitcoin. Toch draait de hele industrie erop. Wat zeg je? Nou, als je gaat kijken, de hele industrie, de DeFi-industrie, die draait erop. Jij kunt je bitcoins als onderpand gebruiken om een cash lening te krijgen om weer meer bitcoins te kopen, die je weer als onderpand gebruikt om weer bitcoins te krijgen. Maar en dat noemen ze DeFi tegenwoordig in de industrie. Maar dan ben je toch kunstmatig toch die gewoon dat enorm aan het oppompen. Dan ben je toch eigenlijk die vraag enorm kunstmatig aan het oppompen. Klinkt mij niet heel gezond. Zoals de kredietcrisis ook ontstaan. Ja, zoals de kredietcrisis ook ontstaan. Ja. Of Aaron, zit ik hier verkeerd te denken? Ik heb hier nooit zo heel erg in verdiept, maar het klinkt inderdaad als iets wat vroeg of laat misgaat. Ja. Nou, je hoeft het niet zo te doen. Hè. Je kan ook zeggen van, ik wil nooit bitcoin verkopen. Als die ene bitcoin straks 1 miljoen is en jij wil die Ferrari kopen van 3 ton... dan kan je die ene bitcoin onderbrengen als onderpand. Leen je die 3 ton in euro stablecoins dan straks, koop je die vrij. Ik zou het niet doen, maar dat zou kunnen. Dan hoef je nooit te verkopen. Even kijken hoor. Mensen zeggen, u heeft gestemd. Want ik was nu eens aan de hele poll toegekomen, maar u snapte het idee wel. De meeste mensen hebben gestemd tussen de 1% en 10%. 31% van de mensen zegt dat. En tussen de 10% en 20% zegt toch 17% van de mensen zegt, nou, dat zou je dan moeten doen. Nou, behoorlijk wat believers daar dus. Nog even één vraag die ik heb hier. Ja, dat is toch een vraag die we het hier wel over hebben gehad, hè? En ik vroeg het Didi ook. En ik ga het Robert Reiner jou ook vragen. Iemand zegt hier, hoe beschermt multi-signature tegen overvallen en kwaadwillenden? Want je had het er al over. Je moet even vertellen hoeveel je hebt. Dat betekent dat er dus een veiligheidsrisico is. Ik ga kort zijn, zeg maar. Dus met multisignature betekent multisignature. Betekent dat als je een Bitcoin wallet opzet met een contract op Bitcoin, waarbij je meerdere handtekeningen moet zetten om de transactie door te laten gaan, dan kan je dus, zeg maar, zorgen dat bij jou thuis maar 1 sleutel ligt. Ja. En dat je daarmee niet bij je Bitcoins kan. Dat is veiliger. Er is wel een risico dat je, zeg maar, wel dus meerdere sleutels moet beheersen. Je verspreidt je risico naar een lastigere situatie. Dus het is een afweging die je kan maken. Maar het punt is natuurlijk nog steeds, als iemand voor je neus staat, hoe veilig. Snapte de dief multisignature? Ja, sorry, ik heb nog een handtekening ergens anders. Precies. Ja. Maar Aaron is echt de specialist van de contracten. Aaron, misschien dat jij hebt het hier specialist in. Nee, voor mij was het duidelijk. Okay. Het komt er gewoon om neer. Je hebt 3 sleutels waarvan je er 2 nodig hebt om de bitcoins te kunnen besturen. Die 3 sleutels leg je op 3 verschillende plekken neer. Misschien wel in 3 verschillende landen. En dan staat er iemand bij je deur. En dan zeg je, ik kan er zelf ook niet bij. Dus, veel plezier ermee. Precies. Ja, goed. Even kijken, hebben we nog andere vragen? Nee, we zijn er doorheen. Dames en heren, ik dank jullie als gasten allemaal. Dank Didi vanuit Mexico. Neem nog lekker wat te drinken. Robert Reiner, dankjewel. Aaron, dankjewel. En Jim, dankjewel. Alle pitches, interviews en de hele uitzending kan je terugkijken via rtlz.nl/seminar. En op maandag 31 januari hebben we onder meer Hubert-Jan van Roest te gast. En hij denkt dat NFT's de wereld gaan veranderen. Nou, we gaan het volgende week allemaal horen. Meld je alvast aan via rtlz.nl/seminar. En stel je vragen en dan zien we je hier weer op maandagavond bij RTLZ Crypto. Tot de volgende keer. Dag. Het RTLZ Crypto Seminar wordt mede mogelijk gemaakt door BTC Direct.